Nou, Eri, we zitten hier naar jouw bandje te kijken. Je bandje met geluid en beeld. Dat is eigenlijk het gevolg van de single die je gemaakt hebt. Heb je nog wat reacties opgekregen op dit filmpje en op je single op zich ook? Ja, ik heb veel reactie gehad. En ik wist echt niet dat zoveel mensen naar de Piraat keken. Want echt, iedereen op school die had het clipje van me gezien. En ze vonden het allemaal hartstikke leuk. Dus. Er wordt gevraagd of de single te koop is door diverse kijkers. Dat is zo. Ja, in Hoorn zijn ze allemaal al uitverkocht. Maar ze gaan ze weer bestellen. Als je dus gaat aanvragen, als je dus een single van mij wil hebben, gaan ze het wel voor je bestellen, denk ik. En in de Wastora hebben ze ze te koop. Tenminste, in Zaandam niet meer, maar Alkmaar nog wel. Nou ja, en zo doen. Als ik het hier eens zo bekijk, dat filmpje, dan ligt er overal sneeuw en... Was het koud tijdens de opnames, vraag ik me af. Ik bedoel, je staat er vrolijk te dansen. Is dat omdat je het, de muziek zo fijn vindt of omdat het koud is? Het was ontzettend koud. Ik denk dat ik een beetje meer gedanst heb omdat ik me dan een beetje misschien warmer ging voelen of zo. Maar het was ontzettend koud. Je ziet het, als je er zelf lekker thuis naar kijkt, dan denk je van, dat is, zo koud is het niet. Maar deze dag zal ik nooit van mijn leven meer vergeten. Zo koud was het. My Heart Drums, hier zien we een drummetje aan de gang en een hartje erin. De tekst van het nummer, wie heeft dat gemaakt? Dat heeft Peter de Wijn geschreven. Dat is dus ook de schrijver van het nummertje van Ruud Gulle. Daar lijkt het een beetje op, vind ik. En het is de basgitarist van de G-Race. En hij schrijft ook voor Koos Albert en zo. Dus. Je zijn al op het ijs een beetje te glijden. Nog een vraagje tussendoor zo. Hoe ben je eigenlijk begonnen? Ja, ik was bij Bart van de Post in de studio wezen. Kijken en er was een zangeresje en ik zei nou ja, ik kan helemaal niet zingen en zo. Nee. Toen zei Bart van probeer jij het maar en als het me niet bevalt dan hup de deur uit en zo voor de gein. Dus nou en toen ging ik het dus proberen en hij vond het hartstikke goed. Nou ja, en nu zit ik er nog steeds. Je zei dat die andere niet kon zingen. Moet je dan wel behoorlijk lef hebben om eigenlijk zover te komen dat je een single kan maken en om een beetje succes te krijgen? Kom je er anders niet? Ik denk wel dat je een beetje lef moet hebben. Ik ben altijd al iemand geweest van zo'n mond en aandacht trekken, weet je. Dus je moet wel een beetje lef hebben, denk ik. Want als je daar zo'n beetje verlegen erbij staat en er komt niks uit jezelf. Je staat er maar een beetje, geen spontaniteit of zo. Nou, dan mogen de mensen je ook niet of zo. Nee. Hier, het bandje is hier afgelopen. Ik zal hem even uitdoen, de televisie. Daar sta je in een paar hele mooie kleren. Je hebt me verteld dat daar nog wat tijd overheen ging om daar... een mooi fotootje te maken. Dat wil zeggen, perfectionisme, dat straalt er vanaf. Dan is die clip gemaakt. Heeft het ook een tijd geduurd? Dat weet je zelf denk ik ook wel. Ja, het heeft wel... Dat mag je natuurlijk niet zeggen, hè? Het heeft niet zo lang geduurd, denk ik, als het gepland was, denk ik. Omdat het zo koud was. Jullie hadden, we hadden veel meer ideeën, geloof ik. Maar het was zo koud, dus dat... Ja. En wat voor school doe je op het ogenblik? Of doe je dat niet meer? Wat zijn je toekomstplannen? Mijn school gaat voor hoor.
Dat wil ik gewoon, ik wil gewoon een diploma op zak hebben. Want kijk, je kan nou wel, je kan je nu wel gestorten in het vak zingen dus. Maar ja, straks heb je niks op zak en het mislukt helemaal. Dan zit je helemaal, dus ik doe naar de MAVO op de Copernicus school. Examenklas. En ja, ik ga gewoon wel doorkijken wat ik daarna wil gaan doen. Maar ja, ik weet nog niet precies wat ik daarna ga doen. Dat moet je dan binnenkort een beetje besluiten. Ja. Maar denk je, heb je er zelf een beetje vertrouwen in dat het wat wordt? Ben je ook al met andere dingen weer bezig? Ik bedoel, dit singeltje is af, maar er zullen eventueel wel andere opnames gemaakt moeten worden. Hoe loopt dat? Ja, we gaan het nieuwe singeltje van me ligt elkaar, nog niet gepest om, maar het nummer. En nou, ik denk wel dat ik door ga gaan, als hobby. En als het komende singeltje wat wordt of zo, want dit singeltje is eigenlijk gewoon gemaakt om een beetje bekendheid te krijgen. Dus niet dat ik echt meteen met het singeltje naar de top wou of zo, want ik zit nou toch nog op school, dat zou toch niet allemaal niet kunnen en zo. Dus singeltje, het komende singeltje, als dat nou iets zou worden, ja. Dan zou ik wel doorgaan, denk ik. Nou, ik hoop voor je dat dat wat wordt. Ik denk dat we het hier maar hebben moeten laten. Ik bedoel, misschien heb je zelf nog iets speciaals dat je wil zeggen tegen degene die gereageerd hebben op je singeltje. Maar ik weet niet. Ja, wat zou ik moeten zeggen? Ja, ik bedoel, heb je nog fans? Ik bedoel, heb je nog een fanclub? Of, Er zijn wel een heleboel fans van me. Ja, ik kan het niet zeggen, maar een heleboel kinderen op school, die leven wel met me mee, denk ik. En ik hoop dat ze door blijven gaan met mij, om mij te steunen en zo, dat ik er dus kom. Dat zou wel heel leuk zijn. Want publiek heb je gewoon nodig met dit vak. Goed, u weet het. Publiek heeft Eri gewoon nodig met haar vak. U kunt het singeltje binnenkort weer kopen in alle platenzaken van Horen. En als het mee zit, dan wordt het wat. En laten we dat dan met z'n allen hopen. Misschien dat er nog eens een keer een clip komt van haar. We zullen zien. Bedankt.